Het leuke is dat dit een bijzondere editie is, omdat 100 jaar geleden het algemeen vrouwenkiesrecht is ingevoerd. Breda Nu. Je weet het meteen. Op vrijdag 8 maart was het de Internationale Vrouwendag. In Breda werd er daarom een nogal bijzondere middag gehouden met blind dates. Vrouwen uit de bijstand hadden dates met zogenoemde topmannen. Waarom werd deze middag gehouden en hoe ging het in zijn werk? Wij zochten het uit. Het is vandaag Internationaal Vrouwendag, 8 maart 2019. Inmiddels al de vierde editie van Bijstandsvrouw Date Topman. Het leuke is dat dit een bijzondere editie is, omdat 100 jaar geleden het algemeen vrouwenkiesrecht is ingevoerd. Wat de bedoeling is dat er 8 heren, 8 vooraanstaande heren aanwezig zijn. En ze gaan in gesprek met onze vrouwen. En ze gaan hen helpen richting de arbeidsmarkt. De Brood en Rozen organisatie die neemt het op voor de bijstandsvrouwen. Bijstandsvrouwen die al heel lang in de bijstand zitten eigenlijk. En die op de een of andere manier er niet uitkomen. Of ze zijn te oud of ze hebben al zoveel solliciteerd. En die worden dus door de sociale organisatie uitgezocht. En Nora biedt die vrouwen dan een heel programma aan. Van allerlei workshops en onder andere make-up, kleding en ook een beetje algemene ontwikkeling. Zeg maar, dat die vrouwen weer in zichzelf gaan geloven. Heeft u nog een goed advies wat u zometeen gaat doen aan de andere vrouwen om die baan binnen te slepen? Eerlijk zijn. Goed van onze vertellen wat wij hebben die 6 weken heeft gedaan. En ik hoop dat wij overtuigen dat we een goede band kregen. En als je de vrouwen de eerste keer ziet als ze binnenkomen, dan zijn het echt een beetje kleurloze mensen die niet meer in het leven geloven eigenlijk. En als je dat hier ziet staan, dan hebben ze in een korte tijd een hele ontwikkeling meegemaakt. Waarom doet u mee aan deze dag? Omdat wij als Deloitte dit project van harte ondersteunen. Past ook binnen de visie van Deloitte. Waar we zeggen, we willen impact maken op klanten, maar dat ook zeker op de maatschappij. Nou, dit vinden we zo'n mooi project dat we zeggen, we willen graag aan meedoen. We willen graag mensen die het misschien wat lastiger hebben om aan de slag te komen of in de maatschappij een handje helpen. En daar lijkt me dit een prima project voor. Ik denk dat wij bij de provincie ook iemand kunnen helpen met een tijdelijke baan om zo op weg te gaan naar een vaste baan. En ik denk dat je daar ook echt eventjes toch wel voor moet gaan staan. Als je dat niet doet, dan is het toch moeilijk voor een aantal mensen in de bijstand om daar weer uit te komen. Op het moment dat je dit één keer met elkaar goed doet, dan gaat het ook rollen. Gaan er meer bedrijven meedoen. En dan komt het volgens mij vanzelf ook rolt het de goede kant op.